Wat is dit allemaal? Gewoon een paar dingetjes, zoals zo'n heerlijk smeuïge kaasstengel, maar wel jong belegen, van oude kaas laat ik boertjes. En doe trouwens ook maar wat van die zalige pudding, maar hij moet van chocola zijn. Al weet je, neem alles. Misschien is het maar beter dat jullie eten gaan halen. Maar als je iets anders mee wil nemen, is dat ook prima. Kom mee, kat. Actie. Dit gaat hem dus niet worden. Maar ik kan niet klimmen. Heb je het eten? Oh, blijkbaar niet. De enige manier om hier uit te komen is dat we ons naar buiten graven. Dus iedereen graafspullen pakken. Oké, nou graaf. Doorgraven, jongens. We zijn er bijna. Blijf op je helft, kat. Anders krijg je mijn schep tegen je snuffert. Ja, we zijn er. Ik kan die kaasstengels nu al proeven. Jullie brengen Tyke terug naar huis en wachten daar. Ik wil jullie hier niet in de buurt hebben. Oké, maar waar het niet om zonder eten te... Anders wat? Anders zijn we erg teleurgesteld. Dat is beter. Is hij ook al leeg? En dat geldt ook voor de keukenkastjes. En ze hebben zelfs dezelfde muizen als bij ons thuis. Wij zijn die muizen. Jullie twee hebben de tunnel rondom het huis gegraven. Ik dacht al dat het me bekend voorkwam. Kijk even naar jezelf. Jij stond helemaal vooraan. Wat doen we nu? Ik heb zo'n honger dat mijn maag slaapt. Gaat het wel, kat? Doe maar rustig. Haal het niet in je hoofd. Hierheen. Eten. En niet zo'n beetje ook. Waar komt dit allemaal vandaan? Boeien. Ik verlaat. Tje, we hadden zo'n honger. We zagen echt alles als eten. Wat bezielt jullie? We zijn maar 20 minuten weg geweest. Schatje, is het hondenvoer nu alweer op? We hebben laatst nog nieuwe gehaald. Heb je honger, mijn kleine vent? Kom dan maar even met papa mee. Hou altijd wat eten achter de hand voor wat mindere, of in dit geval, koudere tijden.